Ik zei, meh. En hun terug, meh. Ze zijn bad. Ik ben in Nijmegen aangekomen bij wel een hele bijzondere gast. Een tikkeltje gek is die, maar dat maakt het alleen maar extra bijzonder. Ik heb het natuurlijk over Poke. We hebben een tijdje niks van hem gehoord, dus ik ben benieuwd hoe het met hem gaat. Let's go! De 26-jarige Poke is alweer bijna 9 jaar geleden vanuit Suriname verhuisd naar Nederland. Het is een tijdje stil geweest rondom de rapper, maar Poke is back. Er belooft een hoop nieuwe muziek aan te komen en daar willen wij natuurlijk alles van weten. Eindelijk ben ik terug. I'm back. Pussy boy. Ik ben er hoor, ik ken het verschil. Pogro nog steeds, Phonix in the building, telling you. Poke, hoe gaat het met je? Gaat goed, maar kan beter hoor. Altijd met iedereen. Als ik het, ja, sowieso. We zijn nu bij jou in de buurt en we gaan lekker een stukje wandelen. Ja, we gaan een stukje wandelen en een beetje van de zon genieten. Hè? Mooi uitzicht, dus voorzichtig. Chuderans. Let's go. Benkel. Poke, we hebben een tijdje niks van je gehoord. Klopt. Hoe komt dat? Er waren maar drukke maanden en drukke dagen dat ik alles gewoon goed moest regelen voor mezelf. Maar bedoel je op muzikaal vlak dat dingen moesten gebeuren, geregeld moesten worden? Er was veel niet duidelijk en niet open en straight voor mij. Laat me zeggen dat ik zelf niet wist wat muziek zelf inhoudt en wat je allemaal voor moet doen. En je weet, dus ik moest dat gewoon goed regelen. Nu ben ik back en I'm ready en ja. Wacht maar, je gaat maar zelf zien wat er aan de hand is. Wat gaat er allemaal aankomen? Ik denk dat ik een nieuwe EP ga droppen. En er komen heel veel losse tracks, losse singles, videoclips gewoon eruit. En wanneer kunnen we de eerste verwachten? De eerste komt binnen nu en 3 weken, 4 weken uit. Ja. Ik heb laatst een 101 bars gedropt, dus als die uit is, dan ga ik weer even wat gooien, man. Nieuwe clip, nieuwe singles, nieuwe bangles en... Pluggers, man. Ik hou van losgaan, ik hou van genieten en het was stil geweest zoals jullie hebben gezien. Maar ik moest echt veel regelen en nu is het allemaal geregeld en is nu tijd om te bankelen weer. I'm back and I'm telling you, I'm never going back. I'm gonna stay this time. Wat mij sowieso opvalt bij jou, Poke, als artiest, je bent begonnen met Surinaamse rap. Je hebt op een gegeven moment die switch gemaakt naar Nederlandstalige rap. Vanwaar die switch? Ik heb die switch gemaakt omdat ik zelf zag van... Hey, kijk, Surinaams is hard, maar is ook hard als iedereen een beetje, sorry, hier en daar kan verstaan. Wat je rap, wat je zegt. En daarom heb ik die switch een beetje gemaakt. Je Nederlandstalige rap, je hebt toch wel echt je eigen stijl ontwikkeld. Ik vind het een hele aparte stijl ook. Je bent een tikkeltje gestoord. Klopt, om zo te zeggen, ja, zelf, ik weet niet wat met mij aan de hand is. Ik heb een tijdje gelegen met de psycholoog gepraat. Ik snap het wel een beetje, maar het gaat wel beter hoor. In mijn lichaam gebeurt er veel, maar ik denk dat jullie nog erachter gaan komen wat dat allemaal is. Nee, van waar komt die gekke stijl van jou? Weet je, hoe kom je daarbij? Kijk, als ik in de studio ben of het moment dat ik optreed, het is gewoon een kick die in mijn lichaam zit. En die, boe, die komt eruit. Ken je Beyoncé toch? Tuurlijk. Ze heeft toch iets in haar lichaam, die opeens bam of hoe die... Ik heb ook iets en dat is Pokero. Poke is gek. Maar Poker is nog gekker. Ja? Ja. Wat is het verschil tussen Poke en Pokero? Poke en Pokero? Ja. Je hoort het, die eindigen met de O en die andere okker. I'm telling you, boy. Geen paniek. Laat me zeggen, in mijn lichaam heb je 3 verschillende persoonlijkheden. Okay. Je hebt Racinho, dat is, je weet toch, juist mannetje. Wendje is een hardwerkende jongen en hij houdt van Nederlands muziek. Ja, André Jaassen, Tino Martin, hij houdt alleen van Nederlands muziek. Laat ze wat horen dan. Weentje? Ja? Moet ik hem even roepen. Wino! Zinken, telling you. Ay, kleine jongen, je bent op deze wereld. Zal je moeten vechten, net als ik. Fok, hey, ho, man. Dat is dus Weentje. En dan heb je natuurlijk, ja, misschien wel een van de belangrijkste, is Poke. Ja, Pokero. Telling you, boy. Geurloos, hè?
Ja, maar het is toch een hele aparte eigen sound. Gaan we dat ook terug horen in jouw nieuwe tracks en je nieuwe videoclips, alles wat eraan komt? Klopt. Dat ga je zeker horen, man. Als ik ook gewoon kijk in de industrie qua muziek en zo. Ik zie dat veel mensen doen hun ding en dat is allemaal hard. Maar heel veel lijkt op dezelfde ook, snap je? En ik ben blij dat ik gewoon mijn eigen ding doe en dat mensen dat accepteren. De mensen, de nieuwe artiesten ook, of mensen die een kans krijgen. Doe je eigen ding, blijf jezelf en doe je ding gewoon. En dan kom je het vers. Dan ben je in de studio en dan kom je dus met teksten als I'm back. Maar hoe kom je daarop? Ik reed bij een boerderij. En ik zag een paar schapen liggen. En ik voelde mij gewoon heel close daarbij. Ik zei, meh. En hun terug, meh. Ik zei, I'm back. En hun weer, meh. Toen dacht ik meteen, hey, ik ga toch richting de studio. Ik ga hem toch gooien. I'm back. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En ik wens je ontzettend veel succes ook dit jaar met alles wat je gaat doen. En hou ons op de hoogte, hè, met alles wat je gaat doen. Ja, sowieso. Fans, Phonix, doop dat jullie er waren. En mijn fans blijven me volgen op Instagram, social media, Facebook. Prins Pook, lage streepje, Kenneth Verschil. Bang. Pokro, telling you, gang. Pull up op een paar jongens. Ik pull up op een paar bitches. Mijn jongens zijn hier, mijn idee is kaf, je weet ik bij. Mijn jongens zijn hier, mijn idee is kaf, je weet ik bij. Gang, pull up on die jongens en ik rip ze. Gang, zwaai met die kanoe en die lesa's. Katatata. Meest plakken, maar ik skip ze. Shock je aan je poenie en te tessa. Pokro, man, you can hold me, man. Bang, bang.